Nee. En nu weet ik gewoon dat angsten eigenlijk gewoon onderdeel van mijn leven blijven. Nee. Uh, toen ik net begon met werken was de kennis een beetje oké. Okay, werk wat heel simpel is, dus constant herhaaldelijk. Dus er werd de gedachte aan uh, tomaten plukken. Ja. Veel uh, paperclips uh, in elkaar zetten. Ja. Hoe autisme in jullie relatie werkt. Wat als je één ding zou kunnen doen met 100% slagingskans? Wat zou dat dan zijn? ik denk uh, wat op dit moment in mijn leven speelt dat ik dan mijn rijexamen gelijk uh, ga doen. ah oh ja dat snap ik wel. Ja. Ja. Ja, ja. dus dan je gelijk dat je instant ja, slaagt of zo. als het dan toch geslaagd is dan kies ik dat wel. Ah, ja ja ik. en jij? Wel. zo 100% slagingskans. Um, gelijk durven de snelweg op te gaan. Ah, oké. Okay. Zonder nou ja, dat, dat, dat is ik daar dan één keer gelukt dan toch? ja maar als het dan 100%, 100 is, en dat ik dan daar ook nooit, nooit meer last van heb. oké. Okay. je gooit er nog even wat extra dat is toch hetzelfde? 100% slagingskans dat ik altijd gewoon relax relaxed voel op de snelweg. Okay. Dat ja. is één ding. Op de snelweg rijden? Ja. Okay. Dus allebei bij auto rijden. Ja. Is dat ons grote struggle op dit moment? Ik denk, uh, ik denk dat dat op, op, op dit moment uh, in ons leven heel erg speelt, inderdaad. Ja. Als je dit op dit moment ziet, als die net online is, dan is onze webshop eindelijk weer live. En nu beloof ik dat die ook live blijft staan. In ieder geval... Het de komende tijd. <laughs> Ik kan er nooit 100% zeker zijn. Maar uh, we hebben uh, weer de spellen opnieuw ingekocht. Een nieuwe druk van deze en de junior editie. Maar er is meer. Want? We hebben ook mega leuke stickerfelletjes. Die hadden we al. Ja. Maar die we nog niet op de webshop. Nee. En printjes, die hadden we ook al. Maar nu in A4-versie. En, als het goed is, maar dat weten we niet 100% zeker... zijn er nog verschillende uh, andere bijgekomen. Zoals ADAD. HSP, dyslexie en angststoornis. Ja, die ja. zijn we op dit moment aan het maken, maar of die op tijd voor de drop komen, weten we niet, heel eerlijk gezegd. Maar we hebben ook, staat hier achter oh ja. het boek is weer terug. Het boek achter mij, dat is weer terug. Maar ook dit. Dat ga ik even pakken. Onze shop bestaat natuurlijk uit kleding en we hebben van ons populaire item weer een nieuwe gemaakt, of uh, ja, eigenlijk wel een nieuwe versie is het. En die komt in een doos. Dat heb ik eigenlijk nog nooit zo volgens mij laten zien, maar die komt dus in een doos en als je hem open doet, dit is trouwens niet de doos die je waarschijnlijk krijgt, want we gaan nog een nieuwe doos laten maken, met de print die achter op de trui ook staat, zit de trui erin en deze trui is extra tof, want ik weet niet of je dat heel goed op dit beeld ziet, maar hij is ook geborduurd en op de achterkant staat een print. Maar hij is dus extra exclusief, want dit is er eentje, dus die voor geborduurd is en de achterkant ook nog eens een een print heeft zitten. Die staat nu online, staat nog een andere trui online en Binnen nu en twee maanden hebben we nieuwe shirts. Ja, die komen dus, er ook uh, weer aan. Oh, en een, een paar aan. van die shirts die uh, teruggestuurd zijn... omdat ja. mensen hem niet pasten, die hebben we er ook weer op gezet. Dus uh, de rainbow... Regenboog letters regenboogletters en ja. eentje met zo'n overprikkeld uh, smiley. Ja, en er komt ook een onderprikkeld line aan. Dus er komt genoeg aan dit jaar. We gaan hier echt volop op inzetten... omdat we het er gewoon echt super tof vinden. We doen het nu al ruim drie jaar... En uh, we willen het nog steeds laten groeien, maar we doen het nu allemaal weer zelf, eigenlijk. Ja, en we hebben ook uh, we gaan ook wat meer loslaten dat alles in onze ogen het best van het beste moet zijn qua ja. ontwerpen. We gaan ook gewoon uh, dingen dingetjes erop zetten van denken we testen het gewoon ja. ja en mijn vader die heeft ooit een boek geschreven over het overlijden van mijn moeder de de de, de weg dat zij uh, ziek werd en eigenlijk uiteindelijk overlijdt die hebben we ook op de webshop staan want ik heb er hier best wel wat uh, staan en mijn vader wilde die graag ook uh, nog extra verkopen want die is via bol.com heel moeilijk nog maar te krijgen en we hebben best wel een oplagen nu uh, liggen het is een heel mooi boek uh, ik zou het zeker aanraden om te kopen. En uh, hij is ook wel voor een schappelijke prijs uh, kan je hem erbij doen. Dus uh, dat is eigenlijk alles wat nu op de webshop live staat. Een paar maanden geleden zaten we een podcast online over Gilaine haar uh, diagnosetraject. En daar hebben we best wel veel vragen onder gekregen. Um, en die vragen ga ik nu een keer voorleggen aan Guilaine, want uh, ja, die weet je eigenlijk niet wat de vragen zijn. Dus. Uh, en om wat meer erin te duiken, want soms, soms uh, kan je natuurlijk dingen vertellen over jezelf, maar je weet niet waar andere mensen eigenlijk vragen in hebben. Dus uh, we dachten van het leek ons wel interessant, van wat zijn jullie vragen en uh, wat kan jij daar iets over vertellen? Ik, ik heb deze lectie, dus ik ga het proberen om goed te lezen, maar bear with me. Uh, een mooie podcast, ik herken me grotendeels in Guilaine's verhaal, waar ik uh, enorm naar benieuwd ben. Of jij, Guilaine, uh, na jouw diagnose, jezelf, hoe jij jezelf hebt leren kennen. En hoe je je gebruiksanwijzing hebt gevonden? Ik heb uh, psycho-educatie gehad. Dus dan leer je een beetje wat autisme is en hoe het kan werken. En hoe het brein eigenlijk werkt. Dat was best wel prettig. Want uh, toen kreeg ik eigenlijk een, uh, een bevestiging uh, dat, dat het bij mij echt anders werkt. Vaak ook met therapie, de aanpak en hoe ik tegen mezelf praat. Wat leerde je daar dan? Uh, nou, dat, dat eigenlijk uh, het brein echt anders. Uh, ja, ik weet even niet hoe ik dat zeg. Wired is, is. Uh, bedraad ja, bedraad. Is. De connecties ja, zijn anders. Ja, dus ja. dat het vaak een langere, ook een langere omslachtige weg heeft uh, af te leggen. Dus als je. Uh, ik merkte vaak in mijn leven dat als iemand wat tegen me zei. ook in therapie of, of uh, tijdens, uh, laten we zeggen, rijles of zo. dat het, dat het niet heel snel uh, klikt. Mm. Dat ik echt wel vaker nodig heb om het te horen. Maar dat komt dus omdat het dus. Vaak uh, in mijn brein een hele andere weg aflegt dan de weg die handig is. Ja. Uh, soms... Het gaat door, door verschillende dingen, waardoor het ook misschien uh, ineens in aanraking komt met iets anders... en dat je ineens weer daarover ja, gaat nadenken. Ja, dus tot... allerlei... en soms is het echt wel handig... voor creatief denken is dat natuurlijk geweldig. Ja. Maar uh, uh, situaties die eigenlijk best wel simpel... vaak voor anderen zijn... Uh, raakte ik een beetje dan uh, uh, eigenlijk... Uh... Overdenk je dan of zo? Ja, het ging er te moeilijk over nadenken. Ik denk dat, dat ik het beste zo kan omschrijven. Ja. Um, dus uh, dat heeft me wel echt geholpen... om te begrijpen dat het bij mij wel echt anders werkt... Ja. dan ik al die jaren gedacht heb... Um, ik heb natuurlijk de verkeerde diagnose gekregen daarvoor, angststoornis. En ik ben daarvoor in behandeling geweest. En met uh, therapie, uh, ja, je gaat toch altijd jezelf de schuld geven als je niet verder komt in therapie. En ik heb, denk ik, twee, drie jaar lang therapie gehad van angststoornis. Toen ging ik weer een poging wagen om deel te nemen aan de maatschappij. dus uh, weer een opleiding volgen. Toen ging het gelijk helemaal mis. Toen dacht ik, ja, heb ik dan. Heb ik dan niet mijn best gedaan, heb ik niet alles gegeven voor therapie dat ik nu van mijn angsten af moet zijn. En toen ik eenmaal die diagnose kreeg, uh, viel er een pak van mijn schouders af, want ik dacht, ja, um, het is dus niet mijn eigen schuld geweest. Ik ben dus gewoon verkeerd. Het is gewoon op de verkeerde diagnose behandeld. Ja, ik, ben dus gewoon, ik heb dus de verkeerde soort therapie gehad. Dus ja. uh, toen was ik al veel milder voor mezelf. Uh, en als je veel milder voor jezelf bent, dan heb ik ook het idee dat je veel grotere stappen kan nemen in het leven. Want als je niet overal jezelf de schuld van geeft, dan blijf je niet in een soort van, ja, laten we zeggen, slachtofferrol hangen. Ja. En dan ga je echt proberen het leven aan te gaan. Ja, dus ja want uh, je moet er uiteindelijk mee leren leven, omdat het, het is voor je leven. Dus ja, je kan zeggen, het is kut en het is vervelend en waarom ik? Maar uiteindelijk, ja, het is gewoon wie het, maar, wat ja, het is. Ja, die rol, die werkt gewoon echt werkt niet. Werkt echt niet, nee. Als dus zo en, blijft zitten van, het is allemaal uh, mijn dat schuld dat en... Uh, ik begrijp wel waarom mensen dat doen. Ja, als je niet echt In precies weet uh, hoe en wat en waar het vandaan komt, dan kan ja. dat zo ontmoedigend zijn. Mm -hmm. dan kun je denken, ik doe zo mijn best en ik uh, ga mijn angsten aan, maar ik kom er niet van af. Nee. En nu weet ik gewoon dat angsten eigenlijk gewoon onderdeel van mijn leven blijven. Ja. Uh, maar dat ik ze wel aan moet blijven gaan om het te verminderen. Maar ik heb niet meer die verwachting van uh, oh, het, gaat, het weg. gaat weg. Want ja. een angststoornis is natuurlijk vaak tijdelijk ook wat ja. ik begreep toen uit mijn ja, therapie. Ja, ja, ja. Ja. Dus ik was heel ontmoedig geraakt. Van ik, ik kom er maar niet van af en ik doe zo mijn best. Uh, maar uh, hoe ik mijn eigen handleiding heb leren kennen is door echt het leven aan te gaan. En dat stukje psycho-educatie heeft dus wel echt geholpen om mezelf niet meer de schuld te geven, maar uh, om, om te begrijpen hoe het bij mij werkt en en, ook uh, een stuk acceptatie ja een stukje acceptatie en dan toch het leven proberen te leiden en je merkt vanzelf uh, als je ergens tegenaan loopt of, of je wordt ergens heel erg moe van of je, voelt je, je begint je weer wat somber te voelen dat het, dat het niet het juiste pad is en zo gaandeweg in het leven heb ik een beetje voor mezelf de handleiding kunnen schrijven. Al is dat een ongoing proces natuurlijk. Ja, ja dat, is, dat blijft je het hele altijd leven natuurlijk. Lang, ja, ja. dat merk je ook natuurlijk. Dus je ja, hele ja. leven lang blijf je bezig met... Ja, die... ja ik, ik heb natuurlijk nooit de diagnose angststoornis gekregen. Maar ik, omdat een angststoornis inderdaad vaak tijdelijk is, denk ik ook niet dat als ik die diagnose had gekregen, dat dat de meest omvattende diagnose bij mij zou zijn. Nee, nee, dat dekt dan toch niet de lading. Ik had zou ook heel goed het gevoel dat het nee. niet... Uh, de lading bij mij dekte omdat ik zat natuurlijk ook op een groep met allerlei andere mensen die ook um, stoornissen hadden of depressie of PTSS, of ja. angststoornis uh, en je merkte ook gewoon dat die grotere stappen leek te zetten en op een gegeven moment wel weer gewoon het leven konden leiden ja, ja dus ja. Uh, dat eigenlijk begrijp ik ja. Er kwamen ook heel veel vragen over werk uh, voorbij ik vroeg me af hoe je het hebt aangepakt met werk hoe je het proces een beetje hoe dat proces een beetje ging en andere vragen inderdaad hoe je het inderdaad op werken met vermoeidheid gaat en uh, uh, um, ja hoe je, hoe je dat eigenlijk aanpakt het hele werkgedeelte en dat het best wel lastig is voor mensen met autisme ja ik kan me voorstellen dat het wel lastig is ik heb wel te maken met het UWV omdat ik een een uitkering heb en uh, toen ik net begon met werken was de kennis een beetje oké okay, uh, niet met andere mensen samen uh, werk wat heel simpel is, dus constant herhaaldelijk. Dat werd er dan tegen me gezegd dat, dat het beste voor me zou zijn. Mm. Dus er werd de gedachte aan uh, tomaten plukken en uh, uh, weet ik veel, uh, paperclips uh, in elkaar zetten. <laughs> ja, serieus. Hè? <laughs> ja, Heb je dat ook nog uh, gedaan? Uh, nee, ja, ik ben wel naar zo'n uh, zo kas geweest om te mm. kijken of het wat voor me was. En toen ben je één dag geweest en dat is nooit meer zeker? Nee, ik ging met een hele club mensen die, uh, die denk ik, ook een wijom hadden. Okay. En, uh, en uh, dan, dan lieten ze die kassen zien en hoe het werk ging. En dan werd er na afloop werd gevraagd: Nou, wie ziet zichzelf hier wel werken? En dan ging er geen enkele hand van de twintig mensen. Nee, ja, laat het eerlijk zijn, wie wilde nou in de kas werken? Uh, ja, en dan gingen ze ja. op een gegeven moment maar, uh, mensen eruit plukken waarvan ze dachten: Nou, jij gaat het maar doen en jij gaat het hey, maar doen. Hey, ja, ja. Oh, echt? Okay. En die moesten dan, die moesten dan een gesprek gaan om een sollicitatiegesprek kregen ze gewoon gelijk daar zelfs oh, als ze niet eens wilden oh intens ja okay. maar goed uh, ik werd er niet uitgeplukt okay. um, maar uh, ik denk dat het, het algemene idee uh, vooral is dat je dus het liefst alleen werkt en uh, uh, taken heb die niet al te lastig zijn, maar ja, dat is gewoon voor mij heel geestdodend. Ja. Ik ben best wel uh, creatief en als ik ergens uh, word neergezet waar je, de, waar je er helemaal niks mee kan, dan wordt het voor mij heel erg uh, slopend eigenlijk. Ja. Um, uh, dus ja, ik heb het meest creatieve werk wat er is gedaan: een supermarktwerk. Uh, ja. Hoe begon dat dan? Want dat, 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 dat je moest gaan werken? Of ja, op een gegeven moment moest ik gaan werken uh, omdat uh, ja, er was toen zo'n. Uh, nou ja, ik niet een tegenprestatie, maar meer een. Ze wilden ja. wilde je helpen om toch deel te nemen aan de maatschappij. Wat ook echt wel goed is, denk ik. Ja, en nee, ik vond het ook helemaal niet erg, maar ik vond het wel spannend hoor. Ja. Dus, uh, en toen, toen kwamen ze met allerlei voorstellen. Maar toen dacht ik, nou, ik ga maar iets zoeken in de buurt. Want voor het weten ben ik elke dag aan het reizen naar, uh, weet ik veel, uh, ja. achter in Den Haag om, uh, om uh, tomaten. Nee, dat doen ze daar niet. Nee, dat is het Westland. Maar <laughs> het Westland uh, tomaten te gaan plukken, dat zag ik mezelf echt niet doen. Dat was nog verder dan eind 8 ja. in Den Haag. Ja. En toen, uh, toen ben ik uh, de hoogvlieg binnengestapt en uh, heb ik gevraagd of ze mensen zochten en zo is het eigenlijk uh, gewoon ben ik daar gewoon aangenomen en uh, kwam ik daar terecht uh, en werkte ik denk volgens mij werkte ik vier ochtenden okay. waren het er misschien vijf het was ja. wel veel ja, ja. ik vond het pittig ja. en ik heb dat twee jaar lang volgehouden uh, maar ik vond het lastig omdat ik het werk eigenlijk helemaal niet leuk vond hm. ja dat is natuurlijk vakken vullen. Uh, maar dat was dan nog niet het ergste. Ik vond ook gewoon de omgeving niet prettig. Ik had uh, nul connectie met uh, de mensen die daar werkten. Mm. En uh, ik uh, kwam en ik zette door en dan ging ik weer naar huis. En dan viel ik in slaap. En, uh, ja. nou Dat waren dan mijn dagen en ik werd er best wel somber van. Um, dus uh, toen wilden ze op een gegeven moment een vast contract aanbieden. En toen dacht ik, nee, ik moet hier echt wegwezen. Ik moet echt wat anders, uh, anders gaan vinden. Uh, toen heb ik horeca geprobeerd... Hoe lang? Nou, hoe, kan je, hoe verzin je het, horeca? <laughs> ja, hè? Dat is je eigen bewegingen toch? Ja, ik als ik daar nu over nadenk, denk ik... dat is eigenlijk nog zwaarder voor mij dan, uh, dan de supermarkt, omdat je dan natuurlijk dat ja, je is, moet echt contact met mensen houdt. moet daar contact met mensen Vind ik echt knap als mensen dat leuk vinden en mm. kunnen. Dan denk ik, maar het is wel, het blijft volgens mij echt uh, heel zwaar werk. Ja, dat vind ik wel. Ja. Zeker. Ja. En toen via via kwam ik terecht op een reclamebureau. Uh, en daar kon ik als grafisch vormgever aan, slag, uh, aan de slag. En dat wilde, ik was echt mijn droom. Omdat ik, uh, uh, ja, ik heb dat mezelf aangeleerd, want die opleiding lukte niet om vol te houden. En, uh, uh, maar ik wilde heel graag meer leren, dus echt in het bedrijf en zo. Maar ik was eigenlijk te onzeker om daar echt mee aan de slag te gaan om iets te vinden. Omdat ik dacht: ja, ik heb geen diploma. Mm. Ik, heb, uh, ik had wel een portfolio, maar dat hielp me heel erg tegen. Ik heb altijd heel erg gedacht dat diploma's mega belangrijk waren. Dacht ik ook altijd, maar dat is niet. Nee ja. Niet in de creatieve werk, nee. nee, ik was echt, ik ben echt jaloers op jou dat jij een Graaf Museum diploma hebt en een Willem de Koning diploma. Ja nou. Ja. En jij wilde ze weggooien. Ik heb, volgens mij een van de twee heb ik al weggegooid. <laughs> dat vond ik zo bizar. Ja, maar ja goed, ja uiteindelijk <laughs> heb ik het papier, maar ik heb hem nooit. Ik hoef hem in, in mijn werk nooit te laten zien. Nee, ja. dat is eigenlijk wel zo, hè? Ja, ja, want werk staat is belangrijker dan of je een diploma hebt gehaald in dit vak. Je ja. moet gewoon je werk laten zien. Je werk wat, wat je nu maakt moet gewoon goed zijn. En daar huren mensen je op in. En of jij nou een uh, hbo of mbo of uh, alleen de uh, middelbare school hebt afgemaakt. Als jij mooi werk maakt, goed mm -hmm. werk maakt. Ja, het maakt een opdrachtgever er niet uit. Nee, maar ik was er zo onzeker over. Ik heb me daar echt door te laten tegenhouden. Ja. En ik denk dat dat ook wel... Wat ik dat wil meegeven aan de mensen die luisteren. Laat je abso absoluut niet tegenhouden totdat je geen diploma's hebt. Nee. Ik heb ook geen... Ik heb middelbaar niet kunnen afmaken. Ik heb geen enkele opleiding kunnen afmaken. Nee, maar, maar een reclamebureau, dat nam jou wel aan. En dat is ja, natuurlijk ja, wel iets wat, wat vaak niet gebeurt, want ze willen toch... Ja, maar omdat het via-via was, ze kenden dan uh, een familielid van mij... en ik had wat werkjes doorgestuurd en die waren enthousiast... en die wilden dat wel, uh, de tijd erin steken om mij dingen te leren. Ja. Dus had er zat dan nog iemand anders die mij uh, uh, van alles kon aanleren... want die, had dan wel, die wist wel de programmaatjes, had ja. ze allemaal uh, op haar opleiding uh, geleerd. En uh, nou, die hebben mij een kans geboden en toen echt, uh, is mijn leven echt uh, hoep, zo omhoog gegaan... Uh, omdat ik zoveel meer vertrouwen in mezelf kreeg. En hoe, hoe, hoe was dat verschil tussen dan in de supermarkt werken... en als je daar bizar, werkte? Ja. Het is echt hoe, bizar, ja. Waar gewoon... merkte je dat aan? Nou, bij de supermarkt dan denk je... Dat, je zou denken, ik heb dat mijn hele leven gedacht... ik wil simpel werk doen... Waar ik niet te veel bij hoef na te denken, want daar raak ik tenminste niet moe van. Mm. Maar dat is zo, dat, dat, dat maakt je zo vermoeid. Mm. Als je op de supermarktvloer staat um, en je bent autistisch. Nou zullen niet alle autisten dat herkennen. Mm. Maar uh, je bent in constante uh, contact eigenlijk met klanten en collega's. Het is altijd druk om je heen en je uh, doet werk waar je je niet in kan verliezen. Nee. Want als je... Uh, uh, ah, jij kon je er niet in verliezen, sommige mensen kunnen dat volgens mij wel. Ja, oké, okay, oh, maar ik praat dan te... wel over mezelf ja, dan. Ja, hè? Precies. Ja. Want ik kan me dan wel helemaal verliezen als ik bijvoorbeeld een website aan het ontwerpen ben. Nou, dan ben ik zo uren verder en dan, uh, dan denk ik van, wow, ik heb uh, niet eens gegeten en ik heb niet, uh, ja. uh, niet eens naar de toilet gegaan. Ja. Ik verlies me helemaal mezelf in dat. En dan is, het, dan is het gewoon heel anders werken. Dan is het bijna geen werk meer, maar gewoon mm. passie uitvoeren. En uh, dus ik was zoveel meer uitgeput van supermarktwerk dan dat ik was van... Uh, uh, van uh, het grafisch vormgeven. Ja. Dat, dat gaf me gewoon ook echt energie. Mm -hmm. uh, dus wat betreft werk... kan ik iedereen aanraden... Uh, om te proberen... om iets te vinden uh, waar je passie ligt. Ik denk dat als je dat... dat, 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 dat hou je gewoon beter vol. En natuurlijk was ik ook moe. Hè. Het lukte mm -hmm. me ook niet om 40 uur te werken. Dat, dat, uh, uh, dat is me nooit gelukt eigenlijk. Uh, ja. Maar... Het scheelde wel heel erg waar ik werk. Maar hoe gaf je het aan dan op uh, werk? Uh, ja, omdat ik via de, de het UWV eigenlijk werk, heb ik gewoon de luxe, luxe. Dat ze het al weten. Ja, ze weten ook waar via, via, via wat ik kom. En uh, ja. ze weten ook dat, uh, dat ik minder uur werk. En ik vind het gewoon heel fijn uh, dat toen tijd die kans geboden is, dat ik, nou, volgens mij werkte ik twintig uur mm. zoiets. En dat was, gewoon, uh, dat was gewoon te doen. Ja. Ja. En uh, je zegt inderdaad, je werkt dus niet volledig qua uren. Mm -hmm. hoe deel, want hoe komt dat en, en um, hoe deel je je dagen in? Een beetje. Moet ik nu mijn planning gaan vertellen? Nee, je hoeft niet je planning te vertellen. <laughs> maar ik denk dat mensen wel interessant vinden van oké, okay, maar hoe ga je dan om met de, werk, met de, met de druk van toch werken? En, en rust nemen en uh, overprikkeling en dat soort dingen. Ja, dat is echt uh, rustdagen inplannen. Ja. En als ik al zeg, dan voelt het alsof ik uh, iets heel raars zeg, omdat uh, ja rust kun je toch gewoon pakken, maar nee, het is echt. Je moet echt inplannen, ja. want als je niet uh, bewust die dag uh, even uh, een dag of twee of als je er drie nodig hebt, oké, okay, ook goed. Uh, bewust. Niet te veel doen, hmm. want als je, uh, ik heb het heel vaak gewoon niet door van mezelf dat ik eigenlijk moe ben. Hmm. En ik had dus, als toen ik werkte, had ik eigenlijk standaard migraine dagen hmm. dan wist ik gewoon ik krijg een migraine aanval, want ik heb gewoon te veel druk gemaakt, te veel gedaan. Uh, en dat kun je dat, dat kon ik voorkomen door, door een, een dag in te lassen dat ik gewoon wist, dan doe ik gewoon helemaal niks. Ja, ja dat eigenlijk ja. Ja. Ja, met de waaien is het natuurlijk wel lastiger geworden. Ja. Jij hem kreeg uh, toen was het nog nou ja, relatief makkelijker, denk ik. Ik was uh, 18, denk ja, ik, 19. Ja, ja precies. En, ja. en tegenwoordig krijg je hem gewoon veel minder snel. Ja, dat vind ik wel echt... Uh, maar bij jou was het omdat je echt uit de maatschappij was getrokken door je, door je dingen, toch? Ik dat zat, was... uh, zat fulltime, zat ik in therapie. Ja. Dus ik, uh, ik nam niet meer deel echt aan de maatschappij. En uh, toen was het eigenlijk was dat het enige criteria. Ja. Van uh, ik had toen ook nog niet de diagnose autisme. Dus dat, uh, dat is later dan erbij gekomen. Maar tegenwoordig uh, krijg je het alleen nog maar als je helemaal niet meer kan werken. Ja. Wat ik echt heel zonde vind. Ja, want ik denk dat er een hoop mensen zijn die daar echt bij gebaat zouden zijn. en die dus wel genoeg dingen kunnen, skills hebben. Mm -hmm. maar het niet volledige werkweek aan kunnen. Ja, ja, ik vind toch dat je dat eigenlijk uit de overheid dat zou moeten supporten. Om die ook, mensen ja. juist wel aan ja. te motiveren om aan het werk te krijgen. Want kijk. Je kan natuurlijk zeggen van ja, maar uh, uh, dan gaan we dat uh, bekostigen, of weet ik wat. Maar anders komen die mensen gewoon helemaal niet aan het werk. Want die blijven thuis zitten, want die lopen ergens tegenaan. En als ja. je geholpen ja. wordt en juist de kracht van mensen ziet en zo, dan kan je veel meer bereiken met mensen die misschien de, de helft van de tijd kunnen werken, maar die zijn misschien wel uh, voor 200-procent die twee. 20 of 30 uur of 15 uur, weet ik van wat, inzetbaar. Die gewoon ja. echt ervoor gaan, omdat ze het echt heel tof vinden. Het is echt heel zonde. En ik denk dat daar, daar een gemiste kans is. Ja. En ik weet, het is natuurlijk hartstikke veel werk... en hartstikke veel verschillende mensen. Dus ja. het kost misschien te veel tijd en te veel geld... om daar energie in te steken. Waarschijnlijk wel. Ja. Dat begrijp ik. Maar ja. uh, ergens moet je ook zo denken... een waaijongen is natuurlijk um, 70% van het minimum. Hè? Ja. Uh, dus dat is... Nou, in mijn tijd was dat ongeveer... Uh, nog geen 1000 euro. Ja. En uh, een redelijk groot bedrag daarvan verdiende ik al met 20 uur werken. Ja. Dus het is, het is best wel een. Um... Ja, het is niet alsof de het geld komt ook weer terug in dat opzicht eigenlijk. Als je mensen laat ja, werken en het het is is, niet weggegooid ja. geld. Even tussen aangestekens. En voor iedereen die, die het niet weet, het redelijk grote bedrag ook dan verdienen. Dat werd dan ingehouden op de uitkering. Ja. Dus uh, dat, dat is best wel, vind ik een best wel handig iets. Dat je 70% van het minimum. Ja. En dat zou je in principe, als je ergens echt goed in bent, zou je dat makkelijk kunnen verdienen met al wat is het, 20, 30 uur werken. En als je dan geen 40 uur kan volmaken. En dan is dit een hele mooie kans dat je dat dan alsnog... Ja, en het mooie nemen. voor de werkgever en ook denk ik ook voor de, 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 de persoon met, met, de, met de uitkering... is dat je wel, als het even niet gaat... dat er niet een heel moeilijk proces omheen komt gelijk. En dat je ook gewoon kan zeggen van... ja, vandaag lukt het echt niet of zo, mm -hmm. of weet ik veel wat... En de meeste mensen willen gewoon werken, dat is toch gewoon zo. Er zijn ja. er echt een x-aantal die dat niet willen. Maar de meeste wi willen echt wel iets te doen hebben in ja, hun leven. En het dat is gewoon ligt zo. gewoon veel te hoog. Ja. Bij het idee dat je, dat je jezelf eigenlijk. Uh, um, kijk, als je nu, als ik nu bijvoorbeeld ziek ben en een werkgever kan mij een ziek melden, en die krijgt dat vergoed, dat is best wel aantrekkelijk, natuurlijk. Ja. Uh, maar dat. Uh, wat, wat, ik ken jou al vier jaar en je bent nog nooit... Je hebt één keer je ziek gemeld Nee, ja, zijn. ik heb altijd angst om ziek te melden. <laughs> dus dat werkt ook niet echt uh, mee. Niet, maar goed. Ja. Ik kwam vaak nog wel opdagen als ik me niet helemaal lekker voelde. Ja, ja dat is tegenwoordig natuurlijk uit en boos. Dat je dan komt opdagen ja. sinds de covid 19 ja, Dat is wel waar, dat is echt een verschil. Ja. Wat ergens ook wel goed is, denk ik. Ergens heeft dat, ja. dat wel echt een, goed, ook een impact gehad op mij. Dat ik me echt moest ziek melden. Ja. is ja. dat ja. 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 oh, al best wel... Nou, maar dat is dan ook een angst die je moet aangaan. Maar ik denk dat dat het echt heel jammer is dat die waaijung helemaal op de schop gegaan is. Ja, ik heb dat dus je... oh sorry ja. ja. Ga maar verder. Ja, ik wilde, ik wilde natuurlijk een project over de waaijung doen. Het ja. is nooit afgekomen omdat het gewoon ja COVID eigenlijk vooral ja. uh, dat het niet gelukt is. Maar daarin zag ik ook de meeste mensen willen gewoon werken. Ik heb nog toen ook best wel met wat mensen gebeld. Daar zou ik nog steeds wel iets mee kunnen doen. Maar we hebben toen met wat mensen gebeld met Charissa... Iedereen zei: ik wil gewoon werken, ik wil gewoon iets mm -hmm. leuks, ik wil gewoon iets te doen hebben. Ik wil gewoon ja. wel, maar het lukt me niet volledig. Ik moet heel eerlijk zeggen, het is dat ik zzp'er ben. maar bij mij maar het lukt het ook niet elke week volledig. En ik werk soms ook echt veel minder dan dat ik zou mm -hmm. willen. Maar ja, uh, ik heb dan de geluk dat ik dan voor mezelf en dat ik wel rond kom, kan komen daarvan. Maar als ik in een 40-uur werkweek ga, ga ik echt niet goed in. Dat wil 100%. Ja. Maar ik weet ook wel dat uh, ZZP'ers zijn voor heel veel mensen ook weer heel veel angst met zich meebrengt. Dus dat is ook weer een, een onzekerheid. Want ja, ja. je dan zou je zeggen: ja, word ontzettend ZZP'er. Maar dat is ook weer niet zo makkelijk. Natuurlijk. Mm -hmm. Kijk, ik, ik ben opgevoed. Uh, mijn vader is uh, tekenaarschrijver en altijd, heeft altijd voor zichzelf gewerkt. Ja, voor mij is het heel logisch dat ik dat ben gaan doen. Voor mij zag ik Loondienst überhaupt niet eens echt dat dat een Omptie. ding was. Nee, Dus um, dat was voor mij heel logisch. Maar ik kan me wel voorstellen dat je denkt nu, van ja, maar ja, ik zou ook eigenlijk wel iets willen doen, maar ja, ZZP durf ik ook niet aan. Dan zou het echt mooi zijn vanuit de overheid dat we dat, dat, er, dat iets zoals de Warring wel gewoon. Iets flexibeler zou zijn. Je hebt nu wel uh, bijstand. Aanvullende aanvullende bijstand aanvullende bij ja. Dit vond ik, vond ik wel een leuke vraag. Uh, ik vraag me af. Wat voor positieve dingen heeft jouw diagnose opgeleverd? Ik kan me voorstellen dat het ook een opluchting was. Dus dat het heel fijn is. Um, wegen de voordelen van de diagnose voor jou op tegen de nadelen bijvoorbeeld? Ja, dat is lastig. Omdat ik autisme niet los kan zien van mezelf eigenlijk. Dus ik kan niet bedenken. Wat als ik nou geen autisme had gehad? Want hm. ik denk dat dat... Uh, dat, dat Veelste, het is gewoon wie ik ben en mijn hele brein is ja gewaaid, ik ik omschrijft, gewoon als een ander type mens. Dus ik ja. zou ook niet kunnen denken, ja, dan ben ik zo'n soort type mens. Wat zou er dan bij horen? Ik kan dat niet zo goed bedenken, ja. maar de positieve, um, ik denk, het meest positieve wat bij mij is, is, is mijn manier van denken, creatief oplossend denken. Dat vind ik uh, heel fijn en uh, echt het weegt het op tegen mijn sociale ongemakkelijkheid en. Eigenlijk uh, ja, ook heel veel sociale onzekerheid. Ik denk het wel. Ik denk dat het er wel tegenop weegt. Ja? Ik had heel graag uh, so social butterfly willen zijn. Was dat? Iemand die met iedereen een praatje kan maken, ja, okay. en, en, en overal gezellig mee kan doen en energie krijgt van sociaal contact. En, nou, dat is het niet, maar als ik daar zou voor in moeten ruilen dat ik niet meer uh, creatief kan nadenken, dat ik nee, ho maar laat maar. Ja, dus, en, ik, uh, en het is wel bij jou zo dat als jij eenmaal gewend bent bij iemand, dat jij gewoon sociaal bent. Ja, ik, nou, ik verbaas me er wel eens over uh, um, dat als ik eenmaal om mijn gemak ben iemand, uh, bij iemand, dan praat ik eigenlijk. Uh, nou ja, ik zou zeggen 60, 70 procent van de tijd. Ja, maar weet je wat het is? Kijk met deze podcast bijvoorbeeld. Ja, ja. Jij bent, je, je praat lekker, en je, ja. maar dat, dat is een, een contrast met als jij jou voor het eerst denkt ontmoet. Ja, want dan dat denk vind je ik echt, ont... echt jammer ja. hoor. Ik kan me wel eens heel onzeker worden van de eerste ontmoeting met mensen... dat ik dan eigenlijk 90 procent van de tijd krijg ik te horen van... oh, wat is stil? Ja daar kan ik zo onzeker van worden. Dat een beetje een pijnpunt. Want ja, hoor je ook al ja nou ja, ik ben best wel een beetje geplaagd met... Uh, waarom zeg jij nooit wat en waarom ben je zo stil ja. op, op school? Dus dat is wel een pijnpunt van mij. Um, dus als iemand dat dan tegen een ander zegt of tegen mij zegt van oh is er wat ben je, waarom ben je zo stil dan kan ik helemaal in mijn schulp kruipen ja juist ja. dat is het slechtste wat je kan zeggen ja, als je mij ja. ontmoet en je vindt me stil ja als een vriend van mij die dat ook tegen je zei ja, maar het is eigenlijk heel vaak gebeurd dat hè ja die, 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 uh, deed dat, die deed dat helemaal niet vanuit dat die uh, maar die dacht nee. dan, oh is er iets aan de hand of mensen zo mensen staan er uh, ook niet bij stil jongen nee. Want als ze als ze mij zo horen praten ze zien in je video's in video's ze denken waarschijnlijk een flappen uit ben, ja, dat ja, ik zeg dat is in de eerste keer als jou ontmoet echt helemaal niet toen wij elkaar ontmoeten vond ik nou dan praat je wel lekker ja. dan voelde je misschien al gelijk wat meer op je gemak maar vaak als wij één op één gaat het veel beter hoor. ja ja precies. behalve mensen die zelf moeilijk praten dan ga ik ook niet zo goed maar één op één uh, zou je het uh, lijkt best wel op wat je hier ziet mi minder humor want ik tast dat heel erg af wat ik wel en niet kan zeggen de ja, ja, mensen precies, ja. uh, ben heel heel erg uh, katten de boom uh, kijken maar ja. uh, als ik in een groep dan uh, ben ik eigenlijk uh, val ik best wel stil iemand vraagt zich af uh, die is 39 en is van vond... het de, de diagnose Asperger. En die vraagt zich af hoe ben je bijvoorbeeld van die sociale uh, angsten uh, heen gekomen of hoe ga je er nu mee om? Dat Is eigenlijk een klein beetje, misschien wat. Oh, net ja, een beetje inhaken. Ja, ik ben nooit van mijn sociale angst afgekomen. Nee. Dat blijft, denk ik, gewoon. Uh... Ik denk dat mensen dat, dat, dat wel anders interpreteren bij jou, omdat je ja. video ook zien dat je wel met mij redelijk mollig uh, ja, uh, 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 bent. Nou, ja, ik was dus een boek aan het lezen over uh, autisme en het voorspellende brein. Mm. En daarin staat eigenlijk dat um, hij is aan het onderzoeken, die man, of heeft, heeft het onderzocht... Uh, dat, uh, het dat het vaak een kwestie is van voorspellen, het leven. Dus wat er gaat gebeuren, en dat ook in sociaal contact. Dat je als mens uh, de reactie van de ander voorspelt. En daarop, um, daarop praat je eigenlijk met een ander. Dus dan voel je je veilig om dit te vragen, dat te vragen. En dat bij sommige mensen met autisme, dat voorspellen een onmogelijke taak is. Omdat ze gewoon, uh, zelfs al kennen ze iemand... het blijft altijd een verrassing hoe iemand reageert. En dat je daarom ook best wel moe wordt van sociaal contact. En ik vond dat eigenlijk wel een hele... voor mij wel een hele duidelijke... Uh, dat ik daarom zo moe word van sociaal contact. Omdat ik eeuwig en altijd, al ken ik iemand heel goed... het heel moeilijk vind om een, om een, om een reactie te voorspellen. Bij mij ook nog steeds? Soms wel, ja. Hm. Ja, dat ik soms nog steeds verrast raak van hoe jij ergens op reageert. Maar dat mensen... ligt ook, ik denk, misschien heel erg aan de bui of de stemming waarin iemand is. Maar het meest onvoorspelbaar in het leven zijn eigenlijk mensen. Ja. Dus... Uh, ik wil ook zeggen, niks ja. is zo onvoorspelbaar dan de mens uiteindelijk. Ja. 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 Dus Dieren eigenlijk... zijn veel voorspelbaarder in dat opzicht. Die gaan op bepaalde instincten ja. af. En een, een mens kan ineens dus, hele rare ja. dingen reageren. Dat is hetzelfde. Toen ik nog Freek moest leren kennen, dus uh, jou, <laughs> ja. jouw kat... Ja. Toen, uh, toen was ik heel voorzichtig met hem. En nu weet ik heel goed waar ik wel uh, mag aanhaken, en waar niet. En waar niet. Ja, en ik weet Fink, hoe ik hem uh, moet vastpakken wanneer hij weg wil. en hoe die balde houding. Je vraagt heel vaak consent aan hem toch? Ja. <laughs> mag ik je oppakken? Mag ik je oppakken? Mau, mau mau mau. Nou en ik, oké. Okay. <laughs> oké, <Okay>, dat mag. <laughs> en een dier leer je op een gegeven moment kennen. Ik had hiervoor ook een kaviaan. Ik wist heel goed hoe ik met dat beestje moest omgaan. Ja. Was echt het liefste beestje in de wereld, maar je wist ook gewoon wanneer je het neer moest zetten en uh, mijn rust moest laten. Ja. En uh, bij mensen blijft het eeuwig onvoorspelbaar. Ja, want wij nemen ook nog bijvoorbeeld dingen die vandaag zijn gebeurd mee. Ja. En daar worden we zo gereinig van of ja. zij is vrolijk. Verdrietig, en dan kunnen we een beetje verdrietig. Of uh, Je weet zelf niet wat er aan de hand is. Nou, het moeilijkste is als van iemand wanneer iemand niet weet wat er aan de hand is, ja. maar wel een hele bui met zich meedraagt. Ja, 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 ja. En dus, um, uh, nou ja, ik vond dat, ik vond dat, dat boek. Um, ik heb het nog niet uit, dus ik weet niet precies waar het heen gaat. Mm. Uh, maar het gaat in ieder geval over dat sommige mensen met autisme. dus moeite hebben met het voorspellen van sociaal contact. Dus dan blijft het altijd verrassend en vermoeiend. Mm. Um, en dat vond ik een hele goeie. Ja, zeker. Dus ik zou dat zo omschrijven als uh, uh, van je. Ik denk dat ervaringen echt wel helpen. Maar ik denk dat het in een bepaalde mate gewoon lastig en vermoeiend blijft. Maar als je eenmaal dat van jezelf weet, kan je jezelf ook veel beter voorbereiden erop. Dus als ik bijvoorbeeld uh, nou, straks komt uh, Roos Marijn. Mm. En dan weet ik gewoon, waarschijnlijk zou ik hierna ben ik daarna best wel moeder van. Yeah. Um, maar uh, ik ga mezelf dan ook geen druk meer opleggen om hele gesprekken te houden of wat dan ook. Ik, ik zie wel hoe het komt. Ja. En dat is een veel betere houding dan ik vroeger was, dat ik me van tevoren heel druk ging maken. Waar kan ik het over hebben? Wat kan ik vragen? Wat kan ik zeggen? Uh, nou ja, dat laat ik veel meer los. En ja. ik zie wel hoe het komt. En soms is dat een beetje te doorstellend, maar meestal gaat het eigenlijk wel goed. Nou, als laatste gaan we voor deze podcast even induiken op een, op, een, uh, op een gedeelte waar ook wel wat vragen over kwamen. Mocht je nou nog denken van, ik heb nog vragen erover, laat het vooral weten. Dan kunnen we alsnog een ander deel over een paar weken, maanden maken. Dus laat het vooral achter onder deze podcast of uh, DM's naar ons, vetgezellig of even ontprikkelen op Instagram. Deze vraag is, uh, ik als autist zou graag willen weten hoe autisme in jullie relatie werkt. Past al alweer zich uh, aan uh, bij jou? Uh, hoe hebben jullie het voor uh, hoe hebben jullie elkaar ontmoet en hoe liep het contact bij jullie uh, en waren er voor en nadelen om te kiezen voor iemand met autisme zo dat waren de heftig ja. <laughs> heftige reactie wel ja. <laughs> hebben jullie de voor en nadelen afgewogen <laughs> je nee, wist het niet dus. wist het niet dus ja daar hebben we hele documentaire <laughs> over gemaakt toch ja. Ja, dat ook, want daar zeg ik van dat ik het bewust niet heb gezegd, want ik wilde gewoon dat je me leerde kennen zonder alle vooroordelen. Zoals ik ben. Uh, inderdaad. Ja, autisme komt nog steeds met vooroordelen. We kunnen het doen alsof het niet zo is. Alsof iedereen elkaar gewoon accepteert zoals maar dat als is je niet. bent. Dat is niet. Maar nee als ik zou horen van jou: ik heb uh, autisme. Autisme en ik zou het zelf niet hebben, zou ik ook gaan googelen wat houdt het dan precies in als je daar een relatie mee uh, aangaat. Ja. Dus dat wilde ik niet. Um, omdat er gewoon best nog wel hulp informatie op internet te vinden is. Vooral richting dat ik me niet zou kunnen inleven en een andere manier aanpas. Um, wat bij mij gewoon niet het geval is. Want ik denk dat een relatie altijd wel uh, aanpast is naar elkaar. Ik heb uh, heel eerlijk gezegd, uh, eigenlijk er nooit echt heel erg bij stilgestaan. Want ik heb zelf ook uh, last van dingen. Ja. Um, dus mentaal gezien ga ik ook niet altijd even goed. Dus ja, ik vind het altijd wel fijn als iemand anders dan ook mentaal niet, even, niet altijd even goed gaat. Want dan kan je het in ieder geval, begrijp je het in ieder geval wat beter van elkaar. Ja, dat maakt je empathischer. Hè? Als je mentale problemen hebt, dan ga je over het algemeen best wel veel nadenken daarover. Mm -hmm. En dat, dat maakt het ook dat je anderen beter begrijpt. Ja. En uh, of ik moet aanpassen bij jou soms, denk ik. Vooral de vermoeidheid, denk ik dat dat voor denk mij, dat, omdat wij andere uh, energielevels ja. hebben allebei. Dat ik jou in het begin best nog wel wat afremde in uh, je enthousiasme en je doordruven. Oh, Zo bedoel je met. Uh, maar toen we echt elkaar leren kennen, bedoel je? Ja, jij hebt wel echt een stuk meer energie dan ik. Ja. Dus daarin remde ik je wel eens af. Ja. Uh, maar, maar wat ja. overigens voor jou ook alweer goed is, want dan ga je weer dingen alleen doen. Ook dat. Maar ook, <laughs> uh, maar ik denk ook dat het. Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, wat bewuster maakt in de tijd toch? Dus dat je ook gewoon wat meer ontspant. Ik vind afremmen altijd een beetje een moeilijk woord. Ik denk niet dat het je afremt toch uiteindelijk, ja. Uh, je leert ermee omgaan, denk ik. Dat soms dingen even niet zo lekker lopen of niet zo lekker gaan. Uh, nee. Maar over het algemeen uh, heb je er meer voordelen van, omdat je super creatief bent en. Uh, uh, we heel veel lachen en uh, leuke dingen doen. Ja, ik denk ook wel dat het wel meewerkt dat ik uh, in onze relatie mezelf eigenlijk nog beter heb leren ja, kennen. Ja, dat is bij mijzelf ook hoor. Ja, dat, ja. Ik, dat ik me echt wel heel goed aanvoel wanneer het echt te veel is. Mm. En dat ik dat dan al, al best wel vroeg van tevoren kan aangeven. Niks zo moeilijk als iemand die niet weet wanneer het verkeerd loopt. Want nee. dat heb ik zelf wel eens. Ja. En dat heb ik ook in het verleden wel eens meegemaakt. Ja, en dan gemaakt. komt het echt als een verrassing bij een man, ander ook. En dan kun je toch minder goed op elkaar reageren. Ja, kan je heel dat is moeilijk om mee om te gaan. Ja. Ja. Dus, uh, uh, maar wij helpen elkaar wel om dingen te, te herkennen. Ja, en, en juist we praten om, ja. heel veel erover ook. Juist omdat we zoveel praten erover, ja. werkt het wel. Vaak zeggen mensen toch ook van, het is fijn om een relatie te hebben... met iemand die geen mentale problemen heb, heeft, ja, als je zelf niet... wel ik... hebt. Mm. Ik vind dat niet... Ja, of... Iedereen heeft mentale problemen, laten we eerlijk zijn. Uh, alleen sommige ja, mensen daar, stoppen het weg. Daar geloof ik ook niet zo in, dat er iemand is die, die Helemaal nooit... Helemaal niks. niks. Dat, ja nooit een somber momentje heeft, daar geloof ik gewoon niet in. Nee, daar geloof ik ook echt niet in. Maar goed, je kan me corrigeren, maar ik heb het <laughs> idee dat die mensen het vaak wegstoppen. Ja, en dus of, dat het niet niet of niet herkennen. Niet herkennen uh, of niet herkennen kan ja. ook. Ja. Maar goed, nogmaals, dat is uh, op een bepaalde leeftijd, misschien begin twintig dat je denkt van nou heb ik eigenlijk niet, maar op een gegeven moment maak je dingen mee en dat, dat, dat gaat toch, dat doet iets met je. Het, het vormt je als mens. Dus er is niemand die onbezonnen is. Nou ja, ik kan me ook niet voorstellen dat bijvoorbeeld... stel je voor uh, je oma overlijdt, dat is ook wel een klap. Ja, bijvoorbeeld. Ook. Dat is ook wel mentaal iets. Ja. En als mensen dan zeggen van ja, dat ik er weinig aan overgehouden... ja, dan was of je band niet sterk. Maar als je, als je echt een hele goede band hebt... Ja. dan kan onmogelijk dat dat niet uh, iets teweeg brengt bij ja. iemand... Maar misschien Kijk, herkennen het... mensen het dan niet als, als zijn mentaal. Uh... Ja, het hoeft je niet uh, helemaal in de greep te houden. Dat bedoel dat nee. ik dan ook niet. Maar dat je, dat je iets herkent van een ander, dat je denkt: oh ja, ik heb ook inderdaad al problemen met dit en dat gehad, of weet ik veel wat. Ja. Dat, ik denk dat dat juist wel waardevol is in een relatie. Ja, ik denk dat dat zeker waardevol is. Je hoeft niet helemaal allebei super depressief te zijn en zo om elkaar te leren kennen. Dat, dat niet. Je moet wel een actieve houding hebben om, om ja. er wat aan te willen doen. Ja. Want als, je, uh, als wij allebei een slachtoffervolgnetje waren geweest van. Uh, um, ja, wij zijn. is me doen. aangedaan, uh, waarom heb ik altijd wat? Ja. Dan, hadden denk, dan hadden we elkaar alleen maar naar beneden getrokken. Denk nou, we hadden het niet gewerkt. Nee. Uiteindelijk. Nee. Maar wij zijn allebei best wel actief uh, dat we toch heel veel dingen. We willen gewoon heel veel dingen. En ik moet mezelf daar, uh, daar wel eens in remmen, omdat ik dus wat ik wil vaak ook iets Te veel is ja, en eigenlijk bij jou ook wel, ja, wel op een andere manier, maar zeker ja. Ja, 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 ja. ja dat klopt inderdaad. Ja, maar um, daarom hebben we wel, denk ik, pro proberen we steeds meer een betere balans daarin te krijgen. Ja, um, ook wat werkt en wat niet werkt en wat hoe oh, waar we tegenaan lopen en dat soort dingen. Ik denk dat dat. Juist doordat we het allebei hebben en er over, allebei over nadenken, komen we juist wel weer tot uh, interessantere inzichten. Waardoor we juist elkaar weer beter kunnen helpen. Ja, ik denk dat ik heel veel van jou geleerd heb. Ja, andersom ook. Ja, dus dat uh, het alleen maar uh, goed is. Goed is. Ja. Al snap ik ook dat er mensen zijn waar het bij niet bij werkt, hoor. Nee, dat snap ik ook wel hoor. Maar bij ons werkt het wel goed. En uh, ja, we kunnen alleen maar vanuit eigen ervaring spreken uiteindelijk. Ja, en soms gaat het wel eens mis. En dan leer je dan ook wel ervan. Ja, maar ja, je, moet, je moet nooit, uh, je, mensen geven ook vrij snel op, vind ik altijd. In dat opzicht. Als iemand, ja, vind uh, je dat? Ja, vind ik wel. Als ik soms wel verhalen hoor, denk ik, ja. Dat is, ja. Ik hoor vaak wel verhalen van vrouwen die juist een hele lange adem hebben. Ja, ja. <laughs> oh, ja. Dat ik denk van, uh, uh, ja. ja. misschien is dat ook maar een deel van wat ik heb gezien hoor. Dus dat is ook toch, het is, het is altijd een beperkt beeld wat je zelf hebt. Dus het is interessant om te horen dat ook inderdaad mensen zijn die heel erg lang de adem hebben. Ja, het is maar hoe, de, hoe iemand ernaar kijkt. Ik vind mezelf ook een lange adem heb, maar als ik nu nadenk, zullen er vast ook wel uh, vorige relaties denken. Van uh, die heb je snel opgegeven. Dat kan ook. Snackje van de week. Wat ja, een overgang. Nee. <laughs> vorige relaties of snacky. Ja, nou ja, dat zijn ja. toch snackjes. Een relatie kan ook een snacky zijn. Ja, af en toe is het snacky, maar meestal is het gewoon een. Uh, een uh, slappe boterham. Ik had een uh, vet benieuwd aflevering, die staat er online. Uh, en daar had ik wel een product dat ik dacht, oh, nou, daar was ik wel verbaasd over. Kan ja. je al raden welke het is? Een watertje. Nou, die was ook wel lekker, maar oh, nee. Oké. Okay. De, de knoflookchips van de Jumbo. Oh wow. Die was lekker. Huismerk Jumbo. Huismerk Jumbo, ja we zijn helemaal. Uh, de, Jumbo begint een revanche bij ons te maken. Het is echt wel een soort van, uh, um, ja, hoe zeg je dat? Uh, heel moeilijk moment. Want als je zoiets zo lang al bestempelt <laughs> als zijnde als slecht, slecht yeah. dan is het opeens wel heel uh, intens dat je iets opnoemt in snack van de week, wat van Jumbo Huismerk is. Ja, yeah. maar dit is dus de knoflook zout zeezoutchips. En die lijkt een beetje op de Brett's uh, aioli chips. Ja, ja. En die vonden we erg lekker. Hij is net net. Ik, denk... ik vind net wel iets meer knoflook, hoor. Uh, welke? De die van de Jumbo. Ik vind je meer knoflook? Ik vind meer knoflook. Oké. Okay. Want aioli zit natuurlijk ook andere dingen doorheen. Ja, het is een beetje een beetje zoetig en ook een beetje ja. um, romig moet dat zijn. En ik vind dit net even wat meer. Echt knoflook. Ja, ik vind meer zoute snack in plaats van een. Uh... Ja, brets is gewoon een hele beleving natuurlijk. Ja, brets is geweldig. Maar ja. goed, daar gaan we het niet nog een keer over hebben. Maar de, de, de knoflook, de zout, de chips, zout, uh, chips van de Jumbo Ja, ik zou hem uh, gaan proberen als ik jullie was. Ja, als je heerlijk. houdt van uh, knoflook. paarse zak, je vindt hem in de schappen. Maar goed, bedankt uh, voor je openheid. Geen dank, ik hoop dat het allemaal uh, duidelijk is uh, verwoord. Nou, vind ik van wel op. Zin. En zo niet, dan um, kan ik altijd over een paar weken nog een uh, interview uh, ondergaan. Er ja, is echt een interview podcast geweest. Uh, volgende week gaan we het hebben over creativiteit. Dus uh, dan gaan we gewoon uh, weer lekker lullen. Maar uh, soms zijn dit soort afleveringen ook wel leuk om te maken... omdat uh, je even iets wat dieper kan induiken op een onderwerp. Ja, en ik vind het vooral heel belangrijk om mee te geven... dat uh, de meningen van anderen je ook niet uh, tegen moeten houden nee. in het leven. Maar hoe vaak ik wel niet gedacht heb van... oh, ze gaan me kinderachtig vinden of, of een aansteller... omdat ik maar twintig uur werk en uh, omdat ik geen diploma's heb... en omdat ik me aanstel. Maar eigenlijk slaat het nergens op. Want als je blij bent uh, met wat je doet in het leven... je krijgt er energie van... Waarom zou je je dan tegen laten houden door die ideeën dat uh, een ander denkt dat jij een aansteller bent? Ja, het is toch knap dat je door bent gegaan, want je hebt het wel vaker te horen gekregen. dat, dat, uh, dat mensen ook echt onaardig daarover deden. over hoe je met werken en zo. Ja. Daar gaan we het over hebben in de tweede uh, docu over uh, autisme. Ja. Dat uh, wat we. Oh, trouwens, dat hebben we hebben hem nog niet gezegd, maar de show is uitverkocht. Hé. Hey. Hey. Ja. En we willen nog steeds. als we dit leuk vinden op 9 juni. en denken, nou, we gaan toch nog. Het geeft ons energie. Het geeft ons energie, vinden we leuk. Dan kan het zijn dat we een keer richting jullie komen, uh, waar je woont, um, maar dat weten we gewoon niet. Komen we in je buurt, uh, super, uh, komen we, uh, in de buurt super? Kom ik een uh, presentatie geven hoe je vakken vult? Precies. Yes. Nou, tot volgende week, jongens.